de hele week was iedereen in Brussel al bang dat dit deze top een mislukking zou worden. Dat heb ik ook veel gezegd deze week op BNR. Ja, en toen was er ineens een tovertruc van Olaf Scholz. Je zou het niet verwachten van een Duitse bondskanselier dat hij iets improviseert. Maar toch gebeurde het. Namelijk na een paar uur in de besprekingen die moeizaam gingen over het toetreden van Oekraïne, stelde de Duitse bondskanselier voor aan Viktor Orbán om eventjes naar buiten te gaan. Misschien om naar de wc te gaan of een koffie te pakken of zijn veters te strikken. En op dat moment konden de andere 26 landen in de zaal stemmen, unaniem. En dat is recht geldig, want het gaat erom dat de landen die in de zaal zijn unaniem stemmen. Hij was er even niet. Ja. Daarna kwam Orbán terug, besluit was genomen. Historisch besluit natuurlijk. En Orbán kon meteen van leer trekken, want hij was blij dat hij er niet bij was bij zo'n slecht besluit. Hij heeft zijn gezicht niet verloren. Nog de Europese Raad, nog Viktor Orbán. En ontzettend creatieve eigenlijk historische truc van Olaf Scholz, dat moet gezegd. Uiteindelijk bleek dat hij natuurlijk niet twee keer op één avond mee zou werken. Nee. Ja, nee, precies. Nou, dat had nog gekund. Maar de leiders wilden dat risico niet nemen. En daarom is die stemming over het geld uitgesteld tot de top in januari. Ja, nou, maar toch, waarom doet hij dit? Hij weigert dus het steunpakket mee uit te geven. Als enige kan hij dat vetoen. Ja, ja. Is dat alleen maar omdat hij nog steeds geld op de plank heeft liggen in Europa? Ja, niet alleen. Er is nog ruim 30 miljard aan bevroren EU-subsidies die Hongarije nog niet krijgt, omdat de rechtsstaat dat daar wordt aangerommeld door Boedapest, volgens Europa. Wat hij precies wil, dat is niet duidelijk. Het lijkt er toch op dat het gaat voor politiek voor de bühne, voor zijn eigen land. De nationalistische politicus heeft ook een campagne gestart tegen Europese leiders in Hongarije. Dus het is eigenlijk puur nationaal politiek. Dat zie je wel eens vaker eigenlijk, dat regeringsleiders nationale politiek laten doorslaan bij Europese beslissingen. Maar dit gaat wel heel erg ver. De regeringsleiders gisteren wilden gewoon niet het risico lopen dat er inderdaad een jet naar Oekraïne moest. En daarom is dat nu uitgesteld. Wat Orbán ervoor terugkrijgt, ja, hij staat toch wat zwakker gisteren, want hij... Ja, het was toch een beetje een afgang eigenlijk dat Orbán de zaal verliet. Wel goed voor Europa uiteindelijk. Maar het is de vraag hoezeer Hongarije beschadigd is eigenlijk door deze actie. Mm-hmm. Toch, Rutte hoorden we net zeggen. Joh, in januari komt het allemaal goed. En waarom gaat het dan wel goed en vandaag niet? Ja, nou ja, kennelijk heeft Mark Rutte een glazen bol waar alleen maar positieve beslissingen uit kunnen komen. Tegelijkertijd begrijp ik het ook wel, omdat Europa is heel creatief met regels te bedenken, beslissingen te bedenken, oplossingen te bedenken in situaties die eigenlijk onmogelijk op te lossen lijken te zijn, zoals dus gisteren ook is gebeurd. Oekraïne heeft voorlopig nog wel geld, dus het is niet zo dat door het besluit vooruit te schuiven dat er ineens een probleem ontstaat. Dus het kan nog wel even vooruit. En ja, de komende weken zal er hard op Viktor Orbán en Hongarije worden ingesproken om dan toch akkoord te gaan in januari. Ja. Als dat niet lukt, zou het natuurlijk eventueel kunnen dat de 26 overige lidstaten zelf geld gaan geven aan Hongarije. Ja. Maar daarmee omzeil je eigenlijk Brussel met alle negatieve gevolgen van dien. Wat zal meneer Poetin hard lachen, hè, vandaag? Nou, goede nieuws is wel dat Oekraïne en Moldavië starten kunnen met dat toetredingsverhaal. Maar dat is ook een beginnetje van een eindeloze procedure.